Want interessant was voor jullie, en in jullie kandidaatcertificaat nog wel een verhaal van dit jaar. We zijn nu half regen, we hebben nog een drugssemester voor de boek, dus er zijn nog mogelijkheden genoeg in die jullie dit jaar nog willen halen. Nu, ten eerste is er volgende week al onze eerste hier, dat wel niet meer voor het certificaat, maar ik ga er ook wel iets meer over vertellen meteen. De week erop is het Investor Day, net als hoop ik Alternative Investments. Er zullen workshops en lezingen plaatsvinden over investeren in fastfood, over investeren in whisky, over van alles wat er komt. Er zullen ook een aantal voortzettingen als aparte workshops en aparte lezingen, dus zeker dat het alle dag zijn. De workshops zijn ook al in kleine groepen, dus die inschrijvingen kunnen snel volzetten, dus waar zeker onze pagina en Facebook en onze website de komende dagen en weken. Daarna vindt er een workshop plaats, de Sales by Christy Bye. Daar zullen we de waardering van de ABMF Stabilities bespreken. Ook dat zal een kleine groep plaatsvinden. En het zal een tegenwoordig door de 7 mensen van de Bye zelf inkomen. Na de paasvakantie hebben we dan nog 2 activiteiten, één over General Finance. En dan ook het slotdebat waar ook alle behaalde certificaten op 1 avond zullen meegedeeld worden. Zoals elk jaar zijn we weer op zoek naar mensen van ons team om te starten naar volgend jaar toe. We willen zoveel mogelijk kunnen voorzien van informatie. We organiseren wij op 16 maart een activiteit in Scholar Capitans. Daarom is het de bedoeling dat jullie de kans krijgen om het hele team of proper speed mee te doen. De verschillende functies over hoe activiteiten organiseren elkaar zijn. Als we jullie vragen over hebben, dat jullie bij ons direct kunnen doen. Op een deel informeren, laten we dat is ook plaatsvinden ongeveer halve weken, de levensperiode die wij gaan openstellen. Want dat zal zijn dat we na de activiteit van een kleine week hebben om dan te beslissen of we een stap gaan werken met de studenten. Nog iets over onze eerste idee, die zal volgende week donderdag plaatsvinden in de Culture Club. Het principe is dat we op basis van fluctuerende drankprijzen, deurstrekjes, body showers, alle mogelijke props eigenlijk in de formele activiteit willen organiseren. Er is een kleine wedstrijd aan begonnen voor vandaag, enkel voor degenen die hier aanwezig zijn op de activiteit. Jullie kunnen 2 tourtickets winnen, een kleine alcoholische pre-partisan prize, de 2 flessen vodka die voor ons staan. Het enige wat jullie daarvoor moeten doen, is gewoon het eerste evenement van onze Capital Facebookpagina delen en ons erin taggen. En volgens een van de redenen, aan het einde van de redenen, zullen we daar 3 mensen mee gaan om die deze bijval voor te afhalen. En dan geef ik nu graag het woord aan Michiel, die onze avond even kort zal beschrijven en ook de verschillende sprekers zal introduceren. Dank u wel. Ik neem aan dat u nog vrije vragen hebt, maar daarom heb ik dus hier
nog sprekers uitgevoerd gaan. En in perspectief met de volgende, ik zei dat Alexander Schmid van Explorer. Dan hebben we als twee keynote spreker Geert van Kerkhoven, mensen bij TY. De derde keynote spreker voor vanavond is dan Harry Jacobs, die een eigen bedrijf oprichtte, Oshit. En tenslotte willen we uitkijken naar de presentatie van Tim de Meijer, die op de bodem heeft gedaan naar Arabes. Ja, dus als ik nu eens één kort in de veld Arabes. Er is nog een receptie achteraf waarin je poesjes kunt krijgen aan 1 euro, symptomies aan 3 euro. En ook een bal staan met de sprekers. Dus je nog vragen hebt, kan je sturen naar de kapitaal. Dus je kunt ook een vragen zijn van vorig jaar een discussie bij de stuur te animeren. Een leuke tijd is dat twee sprekers van de kapitaal alleen te zijn. Dus wie weet, als je nog een stuur kunt, kunnen we zelf staan in 2 jaar, in 4 jaar, of in 1 jaar. Zo, dan laat ik nu het woord aan Alexander. Before you could be on top for 15 years,
But then, let's also need to say that the infrastructure, we use traditional big giant databases to do the use of data technology and advancement faster. Before, when you were actually trying to develop a fintech product, you did a very long development cycle between 1 and 2 years before you actually put it to sales. Now, the development cycle can take only up to 39 days. Why? Because often, when you have a tech solution, you're going to send it out to the version 1, get feedback from the customer, send out a version 2, and go further that way. Which means that the product that you have a year after the one you initially launched, when worlds apart, very different, but at the same time, much closer to the customer you need to want. So that's linked to your sales cycle. You have a long development cycle, then you can start with sales, and that's with how to determine that Asian market is for infrastructure and for the setup of the company. So you can see from these amounts of 1 to 2 million, which is pretty big to you today. And then you go to around A, which is 55 million typically. But today, you can actually enter a couple of programs, which we call incubation or acceleration programs. And just an idea, an incubation is kind of like a high school for a company. Just get there, you get 100K, perhaps 250K of investments. And in return, you do have to do like some equity, but at the same time, that means that you can get started from day one. And then your first year of round one will be bigger. Before, you had all other people that know a little bit about everything on the payroll. Now, you focus on people more specialized, especially if you're dealing with your activities and things that's helping you. Okay, so that's kind of setting the scene of what's the environment in tech in general, but what's happening in banking. And the financial services in general is even given a special place. It seems in terms that we have banks and insurance companies who are being attacked by being asked to collide. What I mean by being collide is collide for the skill sets, the GAFA of the schools, the GAFA of Google, Amazon, Amazon, and Alibaba, who are entering the financial services market slowly but surely, actually slowly something. And then you're also going to attack that big business. It's not big business, but you've got the rewards for example, TransferWise, Lending Club, Wealthfront, NetBank. These are all startups that started very small, that are now what we call unicorns, which means that the companies that have $1 billion valuation and that are still grasping some very abusive relationships. Segments for the banks. And then just a slide with company to show how a bank, in this case the JPC, can be unbundled with a set of very different startups that all in a way are active in all different segments of this bank. So what you get into the line of the term that banks don't have. First of all, they are consumer-centric. So they know, again, that's the impact to the different B2B and B2C. They know the user, they know the consumer, thanks to the integration grounds that they have in their product development, they know how to make the product very consumer-centric. Sadly, perhaps not, the traditional banking sector is still very much product-centric. So they know what product they want to get out to market, but they actually don't know the consumer good enough, well enough to be able to fit the product to the consumer. They are extremely digital. Everything happens through different digital channels, maybe mobile, to the website, to the banking world, still very much direct for agents, and very much focused on the face-to-face interaction between the consumer, customer, and the bank. They go through a trial and error style of development, again, like I said, through duration, working with the product. That is what we call a US style of development, which means that they work on the product, they get it out, and that's it. Deal with it. For me. The products of fintech and tech companies in general are very difficult to use. You have to know that the rising wave that today's expected, the rising wave is very
very much pushed by either a millennial generation of people who are very close to that generation and know what they are, who they are. So we know also that the double community that comes from the project students, customers. When we talk about financial products and, for example, insurance products, for the student context, you need to understand, and I'm sure that you what to ask most of you, are you insured, not because everyone knows, and second of all, what are you insured for, how was your pricing of your business based on the technology, and you will be able to explain it. Again, so has to do with the fact that FinTechs are much more centric. They have a customer and consumer dialogue, which is much more interpersonal than a big bank, for example, that usually only the only channel they have to get in touch with their customers in the office, which everyone knows no one likes to get in touch with. And then FinTechs that companies are trying to work within the open API structure, open API companies, sometimes the term that's being used, setup which allows them to be very agile and versatile and to add on to their services when you need at the bank, especially to the technology side of the bank. I would assure you that there's something more close than the infrastructure and the technology. So this, all these different topics and comparisons, basically what we mean is that fintechs can be real-time and can be data-driven because they have the technology that we need, that they have, and that they need to have to be able to act in a real-time way and to be data-driven. The banking sector is not, also because of the technology which is open enough to be real-time. To summarize, this is all that I just told you about is what banks and fintechs, so GAFA and fintech are becoming. Below is what banks have and isn't quite working. They know this, banks know this, the banking sector knows this. When you ask executives, all of them say, well, of course, this thing is the number one of our priorities and we know them. We also know that we should be making investments in this area, but then they don't know which investments to make. That results in the fact that they don't feel prepared. I don't know about you, but I'm applying for the bank and I'm not really sure if they're not feeling prepared for the next phase of technology. Okay, so what needs to happen for the communication? What needs to happen is that banks, which are on the top, are very much B2C oriented and unidimensional. And what I mean with unidimensional is that they're only active in one sector. You need to move to the right top corner of this graphic, which means that you can be a player who is B2B2C again. So that knows its consumer, but at the same time has business and clients over different sectors than the pretty much have it all. But to be able to be B2B, to see and active in different segments, different markets, different dimensions, you have to work in what we call an ecosystem. And what makes an ecosystem is that to begin with, you need a platform, a technological platform that can be opened up to APIs. APIs are different types of companies that interact and work together. And to actually attract those companies that will open up these APIs, you need to have an ecosystem that actually attracts them. And that way, you can have, for example, to give you a quick example of what I mean, if you imagine that the digital companies would have this kind of infrastructure so that they have a platform which is open to the API of Inoue. Imagine that you would be able to walk through a street with your app and you click on the map, see a house that you're interested in, take a picture of it, and right away you know through Inoue how much it costs, through the API is a bit of work because it's a loan, and all the integration possible to actually buy the house. So that's one example of integration. You can
banks, and are complemented by applications who are fintechs, and then used by understanding the services of the If you're able to get an ecosystem that you need patrons, you need the funding to actually accept and spark the fintechs to you open up an API, for example. You need technology for the platform, to be able to create the platform, and you need the ecosystem to get interaction, even internal interaction between the technology owner, the platform owner, and the application. And that's what we're doing. So, Explore, to give you a little background where Explore comes from, it's an initiative, a project that was founded by two guys, Julian Hills and Nuno Lau, but Nuno from IMAX, also in the year. He's actually nominated for the Stanford Internet, so I was told to tell you to all vote for him. So when Lau started IMAX 10 years ago, IMAX was selected 3 weeks ago as the fourth best incubation program in the world. So as we know, IMAX has ISPO, which is an incubator where they measure and coach 10 companies a year. So that's the kind of program that I was talking about in the beginning, where you can get in and get some seed funding, you also get some seed, but at the same time, it's a promise for growth. So that's one of our co-founders. The other co-founder is Linus. So Linus started a company called KPK 15 years ago. 15 years ago, KPK was a small Belgian startup that grew out to be one of the major players in payments infrastructure. And he sold KPK last year to FIS, for $400 million. And then by then it was actually 21 countries and had 12,000 employees, a huge company. And after he sold off KPK, he decided to start a couple of things. The first thing that he wanted to start was a private equity fund that would invest in startups, which is Snapping Capital. Snapping Capital has been operating for about a year now. It's a fund of 75 million euros where that has a portfolio of four companies active in smart technologies, so smart technologies, applicable to financial services, so we are talking about big data, some three companies involved in data analytics. And then we started two other companies, the group briefly is a platform, so the platform, the technology platform I was talking about, the group is one of these companies that tries to set that up. And the last company is the one I work with, even though I'm also in this company. It's Explore, and Explore is actually an ecosystem. To say it briefly, because I'm running out of time, if you were to look at the European syndicate as a spiderweb, you can see Explore as a spider in Europe. So we do a lot of different things. We are funded by 10 different partners. Before, these banks in Belgium, they did not have the keys, and they did not have but also McKinsey and company. Swift, Europe, Proximus, we are going to announce 5 other funds soon, joining the international banks and two insurance companies. Very interesting stuff. And then we work on different programs to actually get some partnership going on different topics which are pretty hard to people and audience. We get some complete deliverables out of them. And lastly, we also have a coding space and hub. In Brussels, in Sweden, where we host different types of startups, but also investing companies and different firms. And the idea is to get some informal synergies going by having active about, and we still have an already every day, for example, in a startup, if you manage to get investing firms going that way, sometimes it is something to say. Anyway, if you have any questions, feel free to come to me afterward at the reception. I'm also going to tell you that we are looking for interns, two types of interns, interns working for the daily market researches, and one for the intern that we have there. Thank you for listening. Thank you.
veel nog? Nee, pak ze als het echt omhoog. Dat is een stukje Thank you.
Thank you.
Maar dan denk ik dat heel frustrerend is. In plaats van de leren van een carrière plan, dat je niet alles met een bedrijf en alles is, je moet leren dat nog in de dag, maar ja, goed, dat is wel moeilijk. Ja, ik vind dat een vraag geworden, ik heb een serieus begrepen, dat is niet, dat is een schaal, schaal, de baas te schalen, van digitale transformatie, en dat is niet, 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 alle grote banken hebben net gegeven, maar vorig jaar hebben we de BDVA, de grootste Spaanse bank, die op 10 jaar de directeur van de Amerikaan is, Kieterdorf, die dat 5 jaar gedaan heeft om een hypotheek in Amerika voor te krijgen. Dat ook implementeert in de vaste bedrijven, dat we uit de hoofdstand gaan. Die dat stapje voor mij, serieus, die dat voor de boete, dat we een bestel maken, die de bouwtijden van de bank gaan worden, die doet dat niet slecht. Ik wil het nu ook, en alle banken die hier worden ontvangen, dat je reverse takeover. Je bouwt eigenlijk een digitale bank ernaast, met een nieuwe toekomst, dat je een nieuwe actie kan maken, dat je een nieuwe toekomst, en dat je eigenlijk op een hele digitale manier om je baan te doen. En je laat het eigenlijk kunnen realiseren op je kunst in de bank, en je zit eigenlijk in de korte mogelijk. En dat je afgelopen die nog staat in de en die zijn er wel zeker dat je een hele dure plan die je ook in de mechanische en dat is de en dat is het nieuw, maar dat wil ik wel aan de iedereen wil leren van digitaal dienst. In deze week dat kan heel organisatie zijn, de nieuwe energieën, waar je heel goed wat je wil doen, je gaat er heel goed in de kunnen gaan, je komt in de en die dat doen,
Ja, ik zie het niet helemaal. Maar ook dat het daar boven.
Os
start mal wieder dies und ich bin in den Nacken, die ehrlich werden, haut natürlich auch das Maß. Und das Maß ist der Weg, das ist der natürlich auch ja und was man das Geld und wieder her, das ist so unheimlich. Das ist nicht auch das Maß, das Problem hat das. Das Gebäude her, die Gelände, die Gelände, die Gelände, und die Gelände, 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 man noch ein gleiches Mal von dem Leiter, der du weißt, der kostet, dass er Platz sein müsste, der kostet für die Ähnung voraus, auf das Modell zu tun und auch Ideen zu verfehlen. Die Ideen hilft auch nicht von der Ähnung zu arbeiten und dann ähnlich auch von den Lasten von diesem Kopf von der Ähnung von der Ähnung von der Ähnung. Kostet Platz, der nicht mehr gezahlt wird, aber nur für die Ähnung, weil es nicht gewesen ist. Der Technologie, die ja, uns überwacht, die Technologie, die wir hier äußern, aber nicht mehr gemacht sind, die Technologie, aber was man dann ist, ist nur logisch. Das hat auch jeder Rechnung, das war auch von neuem, kann es nicht mehr reden, wie wir uns unsere eigene Technologie verrechnen, und haben sie so entdeckt, ich muss sagen, ja, die ist kaum eine Möglichkeit. Obwohl wir leider nicht noch stehen, und dann gucken, das war zum Beispiel, wenn wir wieder kommen, die Technologie. Und das ist auch dieser Ort, die warum Bruder und Marie, jetzt ja ein paar Theorien, das auch, wenn es auch nicht will, das ist die Gemeinschaft in Frankfurt, das ist ja so ehrlich, die Oma-Menschen, das macht gar nicht, das kann man dann streamen und treffen. Würden wir auch mal so etwas spielen und erwarten. Na, das ist ja ganz gut, aber auch wissen, warum die so das. Das ist dann auch noch ein Lohn im Effekt. Thank you.
developing. And also, Darum vielleicht auch 1000 Individuen, die eigentlich
doesn't really need a complete system of interpretation, of backing the actors, or more than the last few years, very much in the past, and the community in the world. Was a radical, but also the idea for many to plan to the next system of monkey on the world. Thank you.
Nee, ist gut. Das klopft. Toen er wel eens toe gaat, dat opzicht bij de kinderen in de jongen.
Maar dus ook duidelijk maken dat een uitgerest voor de duurzaamheid, duurzaam op veel van de aardes en mannen die beleid in de landen kunnen bedrijven, een veel smoeste val. De reden dat wij zeggen op dit moment duurzaamheid, is puur maar uit de kring van een informatie te geven. Vindt u dan ook al gezegd dat ik dan zou bijvoorbeeld spreken altijd over twee soorten analyses, als we aanbieden aan de selecteren of aanbieden komen. En dat is de fundamentele analyse, dan kijk ik naar de boekhouding, dan kijk ik naar de kwijtstelling en de factuur, al die soorten narraties. Heel interessant, heel belangrijk, maar niet genoeg. Tweede analyse dan, technische analyse, dan kijk ik naar de stockprices, dan kijk ik naar de steun en de weerstand en de verenigde aanbieden. Heel interessant, maar je moet wel niet genoeg. Dus de puur die twee gebruiken, de schermen, dat betekent dat alles in de les gekeken van het bedrijf, dat is de crisisstoot van het bedrijf. Weet je die echt waar je voor gaat? Weet je die echt van dit bedrijf? Die gaan het lange termijn heel goed doen, die gaan het heel goed doen. Neem daar het antwoord mee, dat dat bestaat niet. Je hebt iets extra nodig, en dat extra nodig is niet financiële informatie. Of, in dit geval, duurzaamheidsinformatie. Wat gaat het ook? In die environment, kan je kijken naar de waterintensiteit van de productiebedrijf. En dan kijken naar de carbon footprint, de emissies, de natuurlijke carrière, ook opnieuw heel belangrijk is geworden. Social kan je gaan kijken naar de turnover van het personeel. Hoeveel mensen in Zwaaien en in Namen hebben elk jaar, hoeveel nieuwe mensen die je gaan krijgen elk jaar. Wat is de relatie met de vakbond? In België wordt heel belangrijk. Governance, kan je kijken naar de studie, hoeveel afhankelijk is de industrie en hoeveel universiteit er is. Nou, voor heel belangrijke parameters, terwijl wij zien kijken die informatie, die extra informatie, kan je gaan gebruiken om na te doen met die technische analyses meer en meer kennis te gaan krijgen over het bedrijf en deze investeringen te maken. Dit gaat niet steeds meer over informatie. Als je mij niet gelooft, dan wil ik ook niet gedaan samen met de ZEP-factor. Laten we concreet gaan kijken naar wat is de wetenschap duurzaamheid en alle aspecten eigenlijk, bijvoorbeeld operational performance. We gaan kijken naar de kapitaalkosten, die financiële kosten van onze leven. En we gaan kijken naar de stadwijkkosten, die niet verschillen in aanvoerder van de keuze. En dat alle zaken blijft, dat duurzaamheid een positieve keuze. Dus dat zeggen, sustainability is niet de duurzaamheid van de keuze, of op zijn minst, gaat hem helpen samen met alle andere informatie, alle andere analyses, om dat deel te gaan besteden. Dat is de duurzaamheid van de keuze. Het tweede puntje is de kwaliteit is support. Als dat plan voor, krijg je dan plan voor mijn kort voor de analysis, kort voor die analyse. Waarom zijn wij zo overtuigd van kort voor die analyse en algoritmes en inzichten in die lessen? De reden dat ik door is voor zaken door in de reden. Daarnaast dat er naast kan vertellen, wil ik ook beschrijven, is zaken dit of dat is zo goed. Zit die vast in slow, omdat je weet waarvoor kan er nog een kennis. Prospect theory. Ja, goed, dus wat prospect theory is zijn? Dat mensen blijven met een bewezen aandelen blijven zitten in de hoop dat ze naar omhoog gaan en dat ze een gewillende aandelen vroeger of vroeger in de winst in te lossen. Ja, heel goed. Dus prospect theory, zoals uitgelegd, heeft een Nobelprijs meegewonnen. Het komt terug samen met zijn goede vriend ook in de University. Die is de laatste stelde woorden van België, die heeft dit gekregen, van de Ieder van Zwaaien. Wat ik net zei gedaan, dat ik eigenlijk begonnen met dit model uitgelegd, van nu in de taal niet van. De meeste mensen die niet denken en op zijn minst ooit kennis in de negatieve leven, maar gaat die eerste les altijd wel de vragen aanleggen. Je weet een lange tijd in het semester, krijg je eerst over de filosofie, over elasticiteit, wat je dan doet, alles wat ze zagen, heel interessant, heel goed ook, staat in het Het is één groot probleem dat we kunnen. Het centraal assumptie van die modellen is dat consumenten, dat investeerders, die hebben wij allemaal, en dat perfect als we willen zijn. Maar wij weten wat ons consument is, hoeveel wat wij willen, hoeveel ik wil kopen, etc. Wat blijkt in de praktijk, en dat weten mensen toch, dat klopt niet, wij zijn niet als we willen. We maken soms heel veel beslissingen, en zeker op dat kapitaalmarkten, die gaan we redden, zoals het voorbeeld van de burgers, hebben wij een soort van lost aversion. Wat dat wil zeggen is dat wij verliezen vaak als eigen gaan exciteren dan winsten. Als ik bijvoorbeeld 100 euro wil in de tijd van een maand naar te leggen, de eerste 2 weken is het gisteren 25 euro. Oké? De 2 weken daarna komt alles op de markt en je gaat niet naar 100 euro. Die dan wel graag op het einde van de week, hoe voelt je die wil beleggen, dus je nog meer beleggen, dan de meeste mensen zeggen, ik ga het niet te leggen. Terwijl als ik het
vertelt dat je op het einde van de rit je verhaal zou moeten krijgen. Dus daar heb je een grote niet gebruikt. Wat blijkt is, door die laatste versie zien we dat die 25 euro naar beneden gaat. Die percentage als veel erger dan de 25 euro die vandaag komen. En wat gebeurt er? Dat je een grote wordt gekregen. Na de meeste 25 euro is, slaat het paniek. Je ziet dat iedereen die niet gestoken, dan maakt het aan de beneden, je bent alle research in vraag te stellen en je bent de kosten te kopen, die verbeterd wordt en je bent niet dan. Je gaat nog steeds klachten als je het niet gekomen. Daarvoor heb je, naar mijn mening, moet dat ook worden. En dan is het aan zorgen dat je eerst je research doet, wel fundamenteel, alles technisch, alles nieuws aan alles in de hoofd. Maak een model, maak een strategie en dan volg je die strategie op de weg. Je volgt die strategie door heel alle markt en je laat hem niet leiden op de doorzien van de dag, niet van de dag of wat dan ook. Want dat zie je dat het gebeurt. De meeste beleggers verkopen als het prijs laag is, dat alles gezakt is. En ze kopen dat het tegen die plan en alles hoog staat. De zakken zijn niet tegen is natuurlijk, maar wat verdient in het geld. Vandaar halen wij die human decision, die menselijke vertraging halen we weg. Dus we zijn ervaring, we zijn instituten. Krijg je de modellen die in staat zijn om die research uit te voeren, dag te pakken, zonder bias te krijgen. Ja. Die rode serie is samen, hier is die kwam, de duurzaamheid uitstellen, hopelijk dat dat niet te verduidelijken. Die kwam door, wat het vaak doet, dat is de link tussen twee. Waarom zijn die twee niet samen? Wel, ik weet dat die QC gaat mij om informatie. Ik kan alleen doen, het gaat mij om een extra info te hebben, extra data te hebben, om de link te maken. Dus die data, samen met de fundamentele en technische raad, om die telkens te verkrijgen. En nu, als mensen, we zijn allemaal vrij slim, maar al die data verwerkt op die manier. We denken heel lineair, we zien heel vaak de vorige patronen in heel veel data. Of zien wij voor een plan nodig, een model nodig, of een regels nodig. En exact daarvoor zeggen we dat je die vier keer in plan samen te krijgen. Dan kan je hier vanuit gaan kopiëren, lange termijn performance naast je neer, terwijl je op korte termijn hele niet krijgt op de promotie. Dus deze staat om heel veel data te gaan verwerken op een meer geschikte manier, zonder dat je verder met analisten nodig hebt om dat dan niet meer te doen. Dus dat is kort het concept, het principe van een HFS, die is een plan, dat is dat we bestaan, dus dat we uitgevonden hebben in de aanwezigheid. En we proberen te verkopen, wat kans is, te leren uitleggen. Nu, wat ik vanavond op jullie wil doen, is heel het proces uitleggen van hoe we dat proces allemaal doen, want dan kan het heel lang duren en weer. Wat het vandaag gaat over de finance of technology, wil ik twee stukjes uithalen die aantonen om te proberen te investeren om ons te werken in de toepassen om die dat technology te doen. Normaal gezien onze analyse staat uit drie stappen. De eerste stap is waar we de duurzaamheid en de tijd gaan delen, waar we een inversie gaan maken, de start, inversie van aandelen waar we het kunnen verleggen. In de tweede stap gaan we de fundamentele analyse toepassen op een positieve manier. In de derde stap gaan we de technische data, de momentendata, de prijsdata, de technische analyse gaan doen om de data misschien al terug te komen, maar dat is de eerste stap is de duurzaamheid. Ik heb al gezegd, duurzaamheid staat voor de data en het incorporeren van die data in de data. Er is een groot probleem van duurzaamheid. Er is zodanig veel data, er zijn zodanig veel criteria, het is heel moeilijk om te weten welke criteria zijn niet belangrijk en welke zijn niet belangrijk. Die voorbeelden. Kijk naar Deutsche Bank. Deutsche Bank, veel van de nieuws geweest de laatste tijd, gevestigd in de grote bank, Duits, goede kwaliteit, van het gebruik ook. Naar welke criteria moet je gaan kijken, van de internetcomputer, om te begrijpen hoe goed Deutsche Bank het kan doen. Deutsche Bank zijn het grootste gebouwde franchise. Ik heb dat een hele presentatie over gekregen aan hoe groot het gebouw is. Terwijl ze die exact dezelfde bank in de Franse bank de eerste panel stonden met een gigantisch grote grote schandaal. Dus waarom ik België allemaal aantoont dat in het geval van Deutsche Bank die environmental component, al die milieudingen, dat niet naar energie. Het enige wat mij interesseert is de kortingskant, dus het bestuur, omdat dat een werkelijk impact heeft op de business, day-to-day. Dat is net zo'n performance van de rest. Hoe doen wij dat van quant-site, zeg maar, dat proberen wij eraan te pakken. We hebben meer dan 100 miljard data points over sustainability, alle bedrijven in de wereld, ongeveer 2%. Voor tijd. Het zijn heel veel criteria, het zijn ongeveer 20 criteria om dat te vatten. En de vraag is dan, wat moeten we hier aan gebruiken? Dus
zodat je een gedoe maakt en dan gewoon spoorbedrijf en zo. Maar wat zit, we zijn dat het hier aan toe was. Dat doen we niet natuurlijk. We maken iets wat we noemen een beetje beter is. Dit heel fancy, dus misschien wel de beste manier. We gaan kijken naar al die criteria in het belang, en ik kan deze niet van twaalf minuten, dus voor de turn over. En zelfs een leuk, dat is een beetje. En een mooie fans. Die verschillende criteria. En per criterium gaan we kijken naar de cross-sectie tussen een land en een sector. Bijvoorbeeld, 12 minuten gaan we kijken naar alle Amerikaanse panelen. Alle Amerikaanse panelen, dus de grote land in Amerika, gaan we kijken naar alle grote landen, wat is de link tussen hun duurzaamheid. Van carbon emissions en performance of the spot markets. En hier wordt aan deze relaties gegeven, maar ook. Hier wordt gegeven en daarna kan je afleiden hoe belangrijk die gegeven is voor die bedrijf. En dat doen we voor alle bedrijven, dus alle verschillende sectoren en verschillende landen, voor alle 200 criteria. We gebruiken alle mogelijke data-points om te gaan kijken hoe belangrijk met alle die duurzaamheidscriteria en de performance. Wat blijkt van die 200 zijn er een heel kleine fractie, 5, 6, die echt relevant zijn, die echt iets gaan verstellen over de persoon. Die halen we eruit, en die weten wij niet. Dat is niet in de tooling bij van marketingstrategie. Dat is voor mezelf, een bepaalde positie geworden. Daarin schieten we alle scores per sector. En dan gaan we de slechtste 25% per sector naar de prijs sturen. Nu, blijf even stilstaan met die 25%. Waarom? Eén. 30% is iets te hoog. In ieder geval, we houden 75% van de bedrijven open en laten maar 25% uitstellen. Waarom? Omdat wij niet geloven, we moeten weten dat superhoge sustainability en duurzaamheid per definitie superhoge returns maakt. Want we zien dat ook niet in de hele andere richting. Als je heel lage duurzaamheid hebt, als je heel laag scoort op die heel belangrijke sustainability criteria, dan ga je slecht van. Dus daarom dat we focus op de bocht en dat we liever de weg halen, dat die hoge risico inhouden, slechter te worden. Dat is niet meer. Een ander aspect daarvan is het feit dat we rechtstreeks die per sector verleden daarvoor is opnieuw van 9 miljoen. En ik wil niet systematisch bepaalde sectoren gaan uitstellen. Dus dan ben ik bij een andere industrie ook die olie krijgen. Maar binnen de olie meer gaat de sector werken, dus dat is niet. Vandaar dat we steeds rechtstreeks gaan maken per sector. Ik pas van oor de andere bedrijven in, want dan gaan we alle olieplatjes, alle maaiingsbevoorzien, gaan we er allemaal uitvoeren. En dan gaan we deze nieuwe vertegenwoordiging meer hebben van de hele investering. Right, is dat duidelijk? Is die metrics, credibility, die dan eigenlijk? Nice. Tweede punt dat ik wil uitleggen is momentum landscapes. Momentum landscapes, die moeten we naam zien. We beginnen met de vraag, wie weet wat momentum is. Momentum? Is er iemand wat momentum weet in fysica? Is er iemand die weet in fysica? Voilà, heel goed. Dus vertalen van de financiële markten, beweging, wil zeggen als je een aandeel hebt wat gedurende, wat is de laatste week, de laatste maand en de laatste kwartaal. De tweede is een prijs vanuit het aandeel, hoe je opwaartse beweging en je positieve momenten. Ook gaan we beweging verhalen. Dat is een moment. En daarom is het belangrijk, de buitenwet die gebruikt in de Chinezen, die is altijd om een universiteit te gaan maken van een grootste bal van 2000 aandelen. Daar zitten alle grote bedrijven in, als je de Google's van de Apple's van de daarvan ook nog duidelijk, dat is een heel groot bedrijf. Voordat we dan gaan zeggen dat we steeds ons geld kunnen bedrijven, willen we eerst weten van dat hoeveel we ons geld kunnen in aandeel steken en hoeveel steek ik dat. Want bijvoorbeeld, als je de markt verblijft in boord, laatste maanden, voor de hele story, de laatste dagen, de laatste week, dan wel een beetje beter. Maar je bent exact in boeken dan, op die moment dat beleggen is eigenlijk geen aandeel. Dus je wil veilig aan de kant blijven, dus je weet dat. Zo gaan we doen, voordat we echt aandelen gaan selecteren. Gaan we eerst de temperatuur nemen van de markt. Hoe neemt de temperatuur van de markt voor dat moment? Als er hoog moment is in de markt, dan moet je weer naar de energie, als er laag moment is, dan moet je weer een kastje bij de markt. Hoe neemt je dat? Hoe weet je hoe je een kastje bij de markt brengt? Je hebt een moment in de lijst gegeven. Dus ik zie hier één voorbeeld. Soldaten en dienst voor elk individueel aandeel van de duizend die we overhouden, hebben we ongeveer 1600 systemen. Dat zijn technische indicatoren. Sommige mensen hebben misschien al gehoord van deze analyse, de verschillende berekeningen
die we nodig hebben, verwachtingen die we nodig hebben, alles wat we maken. En er is er 1600 staan, 1600 verschillende indicatoren, die kunnen helpen om momenten te gaan instellen. We gebruiken die indicatie en opnieuw gaan kijken hoe goed bestelt deze indicatie de prijs van het aantal morgen en volgende. En daarin gaan we leren dat we dat al doen. En die 1600 houden we hier uit, in systeem, die we elke dag opnieuw gaan draaien, die we elke dag opnieuw gebruiken om momenten te nemen, dus de beweging te nemen in het aandeel van dag tot dag. Het komt ook een moment van scoren. Elk aantal is een eigen score, die doet niet wat goed. En al die scores gaan optellen, gaan samenbrengen om een overzicht te krijgen, een moment in de lijnsteek te krijgen van de markt. En daaruit kunnen we afleiden hoe goed de markt staat. Dus de markt gaat stijgen, gaat dalen, maar voor zij moet staan wat is er. Vanuit die intelligentie, vanuit die kennis, vanuit dat moment in de lijnsteek, en dan kan je bijvoorbeeld zo uitzien in de universiteit, waar je soms een goed hebt, waar alles goed staat, en als je daalt, waar alles slecht staat, en dan weet je die talloze kussen. Vandaag kun je dan die zaken. En dan weten we hoeveel vandaag als belegger, hoeveel geld kunnen we investeren, hoeveel geld kunnen we investeren. Belangrijk is het model die beslist hoeveel tax we willen uitgeven. Dus zelfs als vorige bedrijf van spreken, de wereld die graag staat niet meer van idee, kunnen wij niet doen, en zal op ieder geval van de mensen zijn bepaald hoeveel tax we willen. Bijvoorbeeld, hier zie je een periode van 2015 tot eind februari 2016, dat is midden februari. 2016, precies in de verkeerde partij, zie je de cash allocatie. Die grijze lijn is benchmark, de gouden lijn is ontspond. Wat zie je gebeuren? Op het moment dat de markt is een crash in 2008, zitten wij op dat moment al ongeveer 40% in cash. Nu, dat is heel raar. Wat je kent en ook trouwens, dat is van de grond in 2014, volgens de grond is alles groot in 2014 in cash. Dus je ziet tevoren dat je dus die 20% in cash, hoe kan je dat doen? Dus elke dag besluit dat je een macht te nemen, op een heel systematische manier, op een automatische manier, zonder je te laten leiden door heel veel nieuws of social media of grote emoties. Gewoon natuurlijk dat je deze cash hebt, ga je meer controle aan hebben, dus ga je meer zaken in de markt, dus je ziet natuurlijk dat vanaf dat moment systematisch ook veel beter is gedaan. Van niet trouwens ook de laatste periode, nu wat ik hier van weg is, kunnen we zeggen, kunnen we allemaal zeggen, maar ik denk dat jullie zelf gedaan hebben, voor dezelfde gebeurd hebben. Dit is live. Opnieuw zie je heel veel volatiliteit in de markt vandaag. Wanneer is volatiliteit begonnen de laatste maand? We zien van waar, eerste week, tweede week, drama. Derde week, nog slecht, tweede week, slecht. Vaak niet beter dan januari, februari is slecht. Zien we naar het jaar begonnen met 20% niet weg. En hier op die feest, want dat is zeker dat 20% van ons geld is gestopt. Dat is de duidelijkheid. Natuurlijk, als het alternatieven in de markt zitten en 10% 20% correctie nemen, dan is het vooral beter om die kant te zitten aan de kant van de markt. Goed, dat is het moment om eraan te spreken. Komen we tot de live performance. Opnieuw ben ik hier om fondsen te kopen, maar eerder dat ik in de media te nemen. Natuurlijk om te illustreren wat deze technologie die we gebruiken, dus enerzijds de duurzaamheid van de individuen, anderzijds het moment dat we gaan passeren, wordt vertaald door de twee fondsen. Climatefonds is een institutioneel fonds, zeg maar, dat geen risicoanalyse bevat, geen risicomanagement bevat, dus op het moment dat mensen dit gedaan niet doen, dus enkel de duurzaamheid die in het fundament is. Outperformance op jaarbasis, dus 1,1%, die wow, op de slecht. Dollar reduction, zo in de uitzet dat niemand een dollar wil zeggen. Yes. De dollar is het verschil tussen de hoogste hoogtepunt en de laagste hoogtepunt. Dus in de gouden lijn is de dollar van je het hoogtepunt. Het verschil tussen die twee is de dollar. Hoeveel gaan we naar beneden vanaf die laatste hoogteprijs? De dollar reduction is de beperking van de dollar en de systematische test van de benchmark is 4,3%. Klein beetje meer performance, klein beetje meer risico. Al in al is slecht, maar ook niet aan. Total systematic fonds is een afgewerkte fonds, dus ook al ook superstellen op de retail fonds bijvoorbeeld. Doe het veel beter, vooral wat de makkelijke van het voelen is. Die je auto fonds is ook van de benchmark 5,3% per jaar basis, wat in de huidige markt is. En vooral, dat is iets.
verschillende kanten van de flauw-navigatie. De effecten van Nederlands risico, 36% minder risico-navigatie. Ik ben hier samen met het restaurant. Ik ben er al niet aan gegeven. Ik ben de eerste onderzoek om naar een beetje verzekeringen bij te geven. Maar het blijft wel dat het verhaal, het gebruiken van dieren met de volgende planktermijn, en meer kennis over de migraine terug te krijgen. En het gebruik van het moment in de laatste voor iedereen de kankerrotatie dat helpt om beter te presteren en te doen. Goed, dat is de live performance. Ik heb een heel korte video mee, natuurlijk ga ik allemaal verder als jullie dat te doen. Ik heb ook een video mee die het misschien ook in tech als ik het een beetje voorstelt. Ik heb hier de ervaring van die wereld, dat is een keer trouwens, bij asset managers van de boven geweest. Vaak heel saaie tactics van die one-pages van de volgende website die juist hebt laten zien. Bij saaie en die staat hier van de informatie en de marketing. Zo wij gedaan hebben in zien gemaakt, samen met de mannen die Ironman van die dag en af die Ironman in die training. Die zien er ook toe dat ik heb hier toe gemaakt zien, ik heb geen laptop die je toe kan draaien. Ik heb hier een video mee die ik heb en die wil het proces uitleggen die alles gaat. Dus ik hou van voor het kort voor ons te doen. Ik heb een goede performance.
een korte illustratie van hoe we proberen om een complex project om te bouwen op een klantvriendelijke manier zo te stellen. Right, dat was het voor mij. Ik denk dat jullie er een klein beetje bij, als er vragen zijn. En anders gaat het geen stukje aan het doen. Thomas? Ja, ik heb een heel goede oplossing voor. Dus hoe goed is de netgevals in de finale van het uitzicht? Je voorstellen, en de meeste mensen kennen het misschien wel, is een optimalisatiemodel, de target function. Die gaat je opnemen dat je winst wil maximaliseren en je winst wil minimaliseren. Dan heb je allemaal constraints. Allemaal subject to, in het zo'n de target function is allemaal beperkingen. Een van de beperkingen is, je mag pas een trade gaan doen, je mag pas een aandeel gaan kopen of een beslissing gaan maken. Wanneer de potentiële impact, de levende impact van die trade, hoger is dan die transactie. Dus wanneer de transactie te groot is dan de potentiële prijs, dan natuurlijk is het gestopt, dan gaat niet die trade van doen, anders gaat het niet. Dus dat is het antwoord eenvoudig op die vraag. Dat kan op termijn wat ook nog andere dingen gaan doen. Dus wat we nooit zullen doen, is bijvoorbeeld shorten of letters gaan gebruiken of dingen gaan gebruiken. De reden is, als je op zich niet tegen hebt, dan is het in het verleden al vaak geweten, al die extra constructies die we gaan gebruiken om de risico te beheren, om er vaak voor te zorgen dat dit in 2008 niet alleen maar stoer wordt. En dat je de basis uiteindelijk is dat je geen verhandeling, dat je prijs meer en anders gaan werken. Dus blijft er eigenlijk een kans in equity, dus één zijn nodig om echt te doen. Dus ik ben benieuwd te doen, want verder op de vraag. Wij gaan het hier wel proberen ofzo, helaas. Maar we gaan hier heel veel steken. Het enige wat wel goed doet, is wanneer de cashflow te hoog wordt, de money market instrument te leggen. Het zijn ook cashproducten waar je het verleiden is van de mensen te krijgen. Dat is niet goed. Waarom kon je dat eigenlijk allemaal vertellen en had je die technologie niet gewoon geheim? Voor die technologie is geheim, die daar niet uit om een naam te bouwen. Ja. Ik heb natuurlijk alles verteld, dus ik heb een lijstje van die linkjes al mee. Nee, dat is te duidelijk niet meer vraag. Het ding is ook een beetje agamestig ontstaan oorspronkelijk van een hashtag-perspectief. Het idee was om een technologie te gebruiken in een hashtag. En die alle steden van de mobiele een hele klantkleurige technologie zijn. Ik ben het ook van hotspot. Die de reden dat bijvoorbeeld onze taal heeft, dat wij willen dat ik niet meer geen hotspot kan doen. De reden daarvoor is dat hotspots zijn heel ontransparant en die bewegen voor ideaal voor de woonbereid. En wij denken dat dit soort technologie die absoluut niet duur is. Het is een model die niet duur is, maar deze modellen is. Het is heel scalable om heel veel geld te gaan bewegen. Dat kan je aan gebruiken omdat iedereen een goed product te gaan aanbieden. Eén voorbeeld is, vandaag de dag hebben we het systematisch product gekocht in Maleisië voor, die heeft omrekening voor vanaf 100 euro van Maleisië het systematisch product gekocht, daar in beleggen en een extra gekocht te geven te halen voor het geval fossiele panden. Een beetje in het begin van de fabriek die zegt van kijk, we willen niet een heel klein bord blijven en puur voor heel rijke mensen. Heel onvastbaar van je geld te nemen, zodat het overgaat naar iedereen en tonen dat iedereen die kwam, dat deze aandacht voor iedereen is en dat dat helemaal de nieuwste zijn voor de kapitaal. Nee, nee, absoluut. De modellen worden allemaal gemaakt door mensen bij ons. Anders zou je proberen dat de technologie op de zand is, omdat ze ons gewoon kunnen nahaken. We willen niet allemaal onthouden. Wij kopen vooral door de vragen. En we hebben zelf een beetje, zelf een model. Dus in 2 jaar dat er marketing staat, we willen dat het goed in de hand is. 2 jaar dat er marketing staat, heel veel mensen krijgen de universiteit nog. Toen al heel veel opgezet, en bijvoorbeeld mijn job van DVD is het
kijken naar die momentenlijsten, dat vooral ook dat heel veel dingen die je ziet, je gaat kijken op een langere termijn, hoe kunnen we nieuwe data vinden? Hoe kan ik ergens een nieuwe bron van data vinden? Die kan je gebruiken om op een betere manier te gaan stellen op een boek of zaken te doen. Naast een soort van dat je niet. Dus het is het onderzoek is allemaal niet. Dus de backlist, dit is al een live. Dus we hebben wel een artikel in, we hebben niet iets meer aan de hand van live. Dit is allemaal live, en je ziet ook de calibratie van de backlist, dat je in augustus 14 of zelfs de rest, dat de olie niet zo zacht is, die wat de tijdperk invult aan de koel, vaak de perspectieve calibratie. En de bovenste chart gaat kijken, dus we hebben een aantal woorden van de backlist. Alles wordt voor augustus 14 in de backlist. Dat komt dat we dus hier in de EU ook geen vraag die bijvoorbeeld zelf hebben wat die gesteld is, maar wat die in praktijk staat, maar dan dat moet je daar van echt. Dat is niet dat je niet, dus niet alleen is dat alles daarna gelijk. Dus de reden en het woord is dat heel veel sustainability data, de kwaliteit van sustainability, die zijn er samen, als heel goed is geworden, vanaf 2008, 2009. Die heel veel bedrijven zijn beginnen aan te rapporteren, dat er ook veel meer druk ontstaan in bedrijven te rapporteren over extra zaken. Terwijl daarvoor was er heel weinig data ook, dat bijvoorbeeld 4, 5, 6, 7, 8, dus een klein beetje duurzaamheid toe, maar heel weinig. Waardoor je het upside van de sustainability te doen hebt, en alleen maar te rapporteren van de maatschappij. Dus dat is de reden dat ze het begin krijgen op te maken. Dat is in de correlatie tussen verschillende platforms en rekening, als je niet probleem dat de correlatie tussen tuurlijk, maar natuurlijk dat je door de verrekening niet zit met de relatie tussen twee aandelen of tussen twee datapoints natuurlijk, tussen twee tijdlezen. Het zijn robust regressions en well-reaching learning, dus vooraf gedefinieerde regressie of modellen die wij zelf maken, maar eerder een soort van algoritme dat je opstelt, dat je recht gaat kijken, zoek naar binnen al die data, binnen al die aanwezige informatie die je hebt, zoek naar daar die je het meest volledige, complete en meest useful solution to the problem of the field. Dus de target function die waar het gaat om maximaliseren van dit, of minimaliseren van risico, whatever, gaat het model, die je zegt, altijd zelf op zoek kan. In plaats van dat wij gaan zeggen, oké, we hebben hier een kwestie, en we draaien 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 zit in relatie ook van gemeenschappelijk aan de hand. Dat is heel sterk, dat kan niet beweren dat wij nooit verrast worden of dat er nooit geen verbanden zijn die bijvoorbeeld insalten in de modellen, dat je kijkt naar die modellen die maakt, die insalten heel consistent zijn. Als je modellen in de lijken volgens staat, dan zie je van oei, mijn data volgens mij, mijn verdeling over hoeveel dat de onafhankelijke bestuurders de bestuursraden bijwonen van de rode verrechter. Dat datapunt, dat criterium, dat kan niets meer zijn voor de performance, dat kan niet zijn. En dan gaan we dat ook heel snel gezien hebben, dan gaan we dat wel op zich heel snel gaan aanpassen. En deze moet, omdat het een machine learning model is, gaat het helemaal zelf doen. En als je weet dat dit stuk heeft geen zin, druk op nul en dan kijk. Zo moet je dat niet constant monitoren of gebeuren. Dat is het optimum. En dan zal ook wel gaan van de data bijvoorbeeld. Dat is gezien dat de kwaliteit van de data heel erg verbetert. Voor een bepaalde criteria gaan we ook een beetje fundamenteel aan het doen. In ieder geval gaan we niet puur het bestaande model laten herhalen. En dan gaan we zelf ook gaan doen dat we nu al iets dieper gaan kijken naar die speciale criteria, of we dat nog dieper bewegen, dan gaan we kijken wat de impact is daarvan. Op die manier is het nog wel een goed idee. Vragen? Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien. Ik heb het gezien.